هنالك كان الثوار كانوا كان لديهم حصار حول قوات الحرس الجمهوري، وكان المتوقع أن الحرس الجمهوري يستسلم إلى الثوار في غضون ليلة أو ليلتين، ولكن دخول القوات الأمريكية إلى مناطق محددة أدى إلى فتح ثغرة، ومن ثم نجاح قوات الحرس الجمهوري من الانفلات والفرار باتجاه بغداد. Dit Amerikaanse gebaar zal de nekslag geven aan de opstand in het zuiden. Nu kan de Republikeinse garde zich hergroeperen en stad na stad wordt bloedig ingenomen. De operatie wordt geleid door Ali Hassan al-Majid, een neef van Saddam Hussein. In 1988 heeft hij al 180.000 Koerden laten vermoorden en dat heeft hem de bijnaam Ali Chemikali opgeleverd. Op deze beelden zien we hem persoonlijk deelnemen aan de slachting onder de opstandelingen van Nasseria. In totaal worden zo'n 60.000 mensen vermoord. En als waarschuwing aan de bevolking moeten de lijken op straat blijven liggen. Na die einde van onze opstand, natuurlijk wordt de hele provincie ongesingeld door die tanken, door dus alles onder controle van het Iraakse leger. En ze kropen naar het ziekenhuis. Ze liggen daar heel veel jongens gevonden waren tijd van die opstand. En ze allemaal vermoord door die leger, door die eigen leger van het Iraakse regime, op hun beden in het ziekenhuis. Ja, ik heb echt zelf gezien 50, 60 lichamen op elkaar gegooid. En ik heb zelf die honden gezien dat ze lijken op eten. De Koerdische opstand begint op 4 maart in de stad Rania en op het platteland. Daarop volgen de steden Sulamanya, Dohuk, Erbil en Kirkuk. Wij gingen ervan uit dat Saddam ons zou niet durven aan te vallen vanwege Amerika. Op die basis hadden wij gevochten, niet uit dat wij zelf bij machten waren om Saddam te verslaan. Ik weet wel dat er op een gegeven moment, dat weet ik nog wel, dat er op een gegeven moment vliegtuigen, Amerikaanse vliegtuigen boven ons vlogen. Dat gaf me wel een veilig gevoel. Want wij waren nog steeds heel erg bang dat we een aanval zouden krijgen. Maar de Koerden wisten niet wat het was, dus we hadden zoiets van, we krijgen een gifgasaanval. Dus ik weet nog heel goed dat wij op school maskers moesten maken van de houtskool erin. Dus dat gingen we allemaal maken en dan kwamen we mee. Ja, thuis liepen we eigenlijk een beetje constant met die dingen op zak. Na 3 weken begonnen de Irakezen, dus het regime van Saddam Hussein, begonnen de Koerdische gebieden aan te vallen. Ook laat eigenlijk. Ja, maar het Iraakse leger heeft geprobeerd eerst de Shiïtische zuidelijke gedeelte aan een andere Arabische gedeelte van Irak onder controle te houden. Omdat ze het idee hadden dat het Koerdische gedeelte veel moeilijker wordt, omdat de mensen heel veel bewapend waren, Koerden hebben traditie van verzet en beter georganiseerd zijn. Toen dacht hij, nou laat maar beginnen eerst bij de Arabische gedeelte van Irak, die niet georganiseerd zijn en het is heel spontaan de intifade geweest. Dat was makkelijker om onder controle te brengen dan de Koerden.